Dat was een fraaie Denzel James. Ja, ik kreeg die bal van Emiel en ja, ik kon hem in één keer uithalen. Zat er goed in. Met het gevoel? Ja, wel met gevoel, maar ik had wel het gevoel dat de keeper hem wel kon pakken. Maar ja, gelukkig voor mij ging hij erin. Je bent voor op voetbal gegaan, hè? Ja, nou, voor mij is het meer, ja, goals maken is leuk, maar voor mij is het belangrijkste plezier. Plezier staat mij voorop. Dat heb ik zeker bij Noordwijk. Maar als je dan zo'n goal maakt, hij was van grote klasse. Ik probeerde hem met een vrouw te vergelijken. Het was toch waanzinnig? Ja, maar ik weet niet of je mijn kans hebt gezien in de eerste minuut. Dat was belachelijk. Dus dit mocht wel dan. Een goed makertje. Ik ben zelf kritisch. Ja, het was een mooie goal, maar die kans die ik heb gemist, die was niet best. Vergelijk die mooie goals met een vrouw? Nou, ik heb... hoe bedoel je, hoe moet ik dat doen? Een mooie vrouw, noemen ze een mooie vrouw. Ik vond hem mooi, ik zocht naar een mooie vrouw. Ik heb hem echt met liefde omschreven op de radio. Je zou er haast verliefd op worden, ik vind jou een beetje nuchter. Dus ik kom niet heel geloofwaardig over op dit moment. Nou, ik heb een vriendin, dus als ik een andere vrouw op ga noemen, dan doe ik het niet goed. Dus ik noem mijn vriendin dan. Dat is politiek correct. Ja, zeker. Maar hij was mooi, toch? Ja, was een mooie goal. Was zeker een mooie goal. Maar ik vind het dan wel mooi dat je, je speelt tegen Achilles 29, daar moet je eigenlijk met grote cijfers van winnen. Je blijft wel zelf kritisch. Ja, tuurlijk. Je moet elke wedstrijd moet je gewoon alles geven. En als je zo'n ploeg gaat onderschatten, dan ga je er gewoon af. Want ze kunnen gewoon goed voetballen. Maar gelukkig, ja, we begonnen niet al te best. We kwamen wel vroeg op voorsprong, maar daarna zag ik wel dat we echt slecht voetballen. Maar gelukkig, tweede helft hebben we het wel herpakt. En ja, 4-0, een mooie uitslag. Dan nog eventjes kleedkamer praat. Wij gingen hier naartoe. Hè? Achilles 29, die ken je van de documentaire. Je weet waar ik naartoe wil. Hoe leeft dat dan in zo'n kleedkamer bij jullie? Nou, eigenlijk niet echt. Het is gewoon ja, zonde van die club. Dat ze zo zijn gedegradeerd 2 jaar op rij. Er is niemand die zegt kutkeeper bijvoorbeeld? Nee, ik heb er niks van meegekregen. Meen je dat nou? Ja. Heb je onder een steen gelegen? Ja, ik kijk niet zoveel voetbal eigenlijk. Nee, maar er is een documentaire over Achilles geweest, waarbij de trainer ongeveer 438 keer kutkeeper heeft gezegd. Oh nee, die heb ik niet gezien, die documentaire. Meen je dat? Ja, echt. Dan heb je vanavond wat te doen. Ja, misschien ga ik hem maar even kijken, ja. Maar in de kleedkamer ook niemand gehoord? Nee, of ik heb niet opgelet, maar ik heb het zelf niet meegekregen. Je merkt aan mijn verbazing dat ik echt verbaasd ben. Ja, ik ben ook niet... Ik weet echt niet waar het over gaat eigenlijk. En dan laten we het hierbij. Het gaat over een keeper. Kutkeeper, werd genoemd door de trainer. Kijk vanavond maar terug, dan weet je waar ik het over heb. Ja, ik vond dit trouwens geen kutkeeper. Aardig keeper, vond ik wel. Daar zijn we het over eens. Ja, mooi.